We eindigen ons nieuws met deugddoende beelden uit Offlichem. Corona zorgt voor veel ellende, maar de crisis brengt mensen ook dichter bij elkaar. Dat bleek vanmiddag in woonzorgcentrum van Lierde aan de Bellenstraat. Zanger Christophe Chopsis maakte er 116 bewoners en tientallen personeelsleden blij met een gratis optreden. Hij deed dat vanuit de tuin van het woonzorgcentrum, maar dat kon de pret niet drukken. Er is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Normaal gaat het er kort na de middag heel wat rustiger aan toe in woonzorgcentrum van Lierde. Vandaag geen siesta, maar een optreden van Christophe Chopsis. In geen tijd had Christophe alle bewoners en het personeel op zijn hand. Muziek verzacht de zeden en dat was vandaag in woonzorgcentrum van Lierde niet anders. Dankjewel, merci, dames en heren, applaus voor jullie zelf.